Goedemorgen allemaal, ik ben Tara. Ik ben Meef. Ik ben Fleur. Dit is Pico. En wij lopen stage bij Equidutch. Vandaag nemen jullie een dagje mee. En het is 8 uur 's ochtends, we beginnen met donderdag. En we gaan vandaag een dagvlog maken. Ik ben nu thuis en ik ga naar stal. Ga je mee, Pretty? De paarden een klein beetje hooi, mijn brok, en elk paard heeft zijn eigen ontbijt. Nu gaan we de paarden buiten zetten. Sommigen gaan in de molen en sommigen gaan in de paddock. De paarden gaan nu een half uurtje stappen en in de tussentijd gaan wij beginnen met mesten. Alle hebben allemaal uitgemest. Deze hoopjes worden met shovel opgetild en naar de mesthoop gebracht. En hierachter, hierachter zijn we bezig met de handstallen te mesten. En we zijn bijna klaar. We zitten nu aan met stro voor deze stallen. Er worden de hoopjes opgepakt. Met alle stallen doen. Hangs zijn de meiden ook bezig. Aan het opstrooien en aan het mesten. Alle hooinetten worden gevuld met kuil of hooi. Het ligt eraan wat het paard krijgt. Hier is nu de bak aan het blazen. Want er zijn allemaal strootjes die uit shovel vallen. Dus zo wordt de bak weer netjes. Eve is nu de bak aan het slepen. De bakken hebben netjes gesleept. Kunnen we straks weer rijden. De rest van het terrein wordt netjes gemaakt door de bladblazer. We testen nu onze eigen paddocks uit. Pensioenklanten die moeten het zelf doen. Even met Pico aan het kribbelen. Lekker hè? Meiden hebben ook allemaal video's gemaakt over wat ze doen. En ik ga nu Pretty Boy pakken. Ik heb gisteren springles gehad, dus vandaag gewoon een beetje lekker losrijden. En ik neem jullie ook even mee in het rijden van paarden vandaag. Van mijn eigen paarden en van de handelspaarden. Dus ja. Paarden bij Equidutch hebben het heel zwaar. Lekker slapen. Hoi Ebel. Goedemorgen. Oh, blijf maar lekker liggen hoor jongen. Oh, lekker. Hey Pretty Boy. En een Pretty Boy mee vandaag. En mijn jongen. Dit is Julie. Julie loopt hier ook stage. En die is Pretty Boy even aan het opstalen. Heeft hem netjes gepoetst. En dan is Pretty Boy de eerste van vandaag. Even een rondje wandelen voordat ik opstap. En dan gaan we aan de bak. En we gaan lekker buiten rijden. Het is niet heel lekker weer. Oh. Ja, een hengst. Heel leuk. Ah, hij is wel lief. Ja, komen jullie weer terug op stage? Ja. Kijk, Meef ook? Nou, weet ik nog niet. Ik weet niet of dat mag van school. Maar anders? Dan wel. Kijk, leuk. Heel vaak doen we nog een rondje uitstappen. We noemen het rondje boerderij. En dan gaan we achter de boerderij langs van de buren. Toch? Ja. Nu gaan we opruimen. Okay, een paar meiden zijn nu aan het verven. En de gaatjes aan het dichtmaken aan de binnenkant. Want dit wordt een nieuwe zadelkamer. Rossi. En Rossi is aan het zadelmak maken. En die gaat zo meteen voor de 4e keer onder het zadel. En we nemen jullie ook mee in het zadelmak maken. Dus we hebben even de binnenbak een stukje afgezet met lint. Dan is het wat makkelijker voor een paard om op de volte te blijven. Ja, hier Rossi. Rossi klaarmaken. Rossi wordt momenteel nog beleerd. En dan gaan ze meteen in de binnenbak. Dus we hebben de binnenbak al afgezet. We gaan eerst even lekker poetsen en opzadelen. Rossi nu alvast aan het longeren, zodat hij wat rustiger is als er iemand gaat hangen en erop gaat. Maar hij doet eigenlijk altijd helemaal braaf, dus dat scheelt weer. Heaven knows it's gonna fade. I'm a dog searching for answers and the way back to your hands. You make me tremble, make me crash, forget my name and just ride that way until we're higher than life. Lekker buiten, heeft heel erg zijn best gedaan. Dus nu kan hij lekker eten en een beetje de hele dag chillen. Rond 12 uur is, dan gaan we alle paarden lekker hun middageten voeren op de paddocks. Krijgen ze hooi. Dit is Forever. Forever is een inter 1 paard. En die gaan we zo ook even lekker rijden. Dan zijn we aan het opzadelen. Dit is Vera. Hoi. Dieden, Julie. En die wordt helemaal mooi gemaakt. Hij is super lief. Ja. Dit is Pride, met mee van Tara. Tara rijdt Pride. Pride is een merrie, 14 jaar, 1,30 gelopen. Echt super lieve merrie, wel voorwaarts. Echt een dotje. En we nemen jullie ook even mee in de rij van Pride. Ja. Tara zit nu op Pride. In de gaten gehouden door letteren. Dit is Lieke met Aurora. Aurora heeft Z2 gelopen. Die ga ik volgende week wedstrijd starten in het M. Ga ik jullie ook meenemen. Ik heb er nu 3 weekjes en we zijn gewoon lekker aan het trainen. Het is in principe een paard voor de verkoop. Maar ik vind het zo leuk dat ik er misschien wel hou. When we were footprints in the sand, still like I'm making plans. Ik ga nu even Pelle pakken, want dan kan ik even Pelle gaan poetsen, opzalen en rijden. En dit is Pelle. En Pelle is echt een super lieve 3-jarige hengst. En het is echt een schatje van een beest. En ik heb gisteren ook opgereden, dus ik heb er super veel zin in. En ik ga nu even poetsen. Ik heb net even Pelle opgezadeld. Kijk, mooi dekje, beestjes. En ik ga zo meteen even lekker rijden. Heel lijfje. En Pico. Pico gaat geloncheerd worden. Hey Piekjes. Ah, trapje. En met olijfje gaan we dubbele lijnen doen. I feel the sunlight on my head. The scent of summer in my bed. Lekker op Harry gereden. Het ging eigenlijk wel heel goed. Hij was af en toe een beetje narrig. Maar ja, het was ook niet heel lekker weer of zo. En we zijn nu even een rondje uitstappen. En een stuk lekker afzadelen. Moeten we weer eng doen, hè? En met een klein olijfje nog dubbele lijnen aan het longeren. Wat een fijn dier wordt dit. When we were footprints in the sand, still like I'm making bijna tijd om de paarden binnen te halen. Dus we doen de laatste dingetjes nog even om de stal netjes te maken. Ook mee even de kast aan het opruimen. Het is 4 uur, dus de paarden worden binnen gehaald. En dan mogen ze lekker op stal. De paarden staan binnen en nu krijgen ze allemaal brok. En dan zijn ze lekker aan het eten. Nou, ik ben ondertussen weer thuis na een lekkere dag op stal. Veel gedaan, veel gebeurd. De meiden gaan nog even binnenhalen en voeren. Ik ga thuis nog even achter de computer wat dingetjes doen. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vinden. En like, abonneer en volg ons, want er komen zeker meer video's aan. Ja, dat was hem. Tot de volgende keer. Het is nu ongeveer 9:30. De paardjes die niet zoveel hooi meer hebben in een hooinet krijgen nog een plukje hooi. Zadelkamer heb ik op slot gedaan. Ook bij de oude stallen krijgen de paarden nog een klein plukje hooi. En de laatste dekentjes die worden opgedaan.